In de wereld van de tandheelkunde zijn door de eeuwen heen de meest wonderlijke constructies ontwikkeld in de strijd tegen gebitsproblemen. Bijzondere voorbeelden daarvan kun je zien in het Universiteitsmuseum in Utrecht. Maar ook kunstenaars, ontwerpers, muzikanten en verhalenvertellers zijn geïnteresseerd in het menselijk gebit. En ook dat levert wonderlijke constructies op. Kijkt u naar de documentaire Tandenkunst. When I was little, I had three younger brothers that I would babysit a lot. And when my parents were away, if we'd sneak back in the cupboard and take a bite out of a candy bar or any other forbidden cookies or cakes or whatever, my parents always knew when I had done it. And I thought they were so magic and all-knowing until I caught on that they were recognizing my signature, which was my teeth marks on the food, you know. Everybody in my family has it, the women in my family. People think somehow that there's a mystique about Asian women, Hawaiian women, Korean women, Japanese women. And I'm just wondering if people don't think there's some mystique about gap teeth women. I mean, I read somewhere in a folklore book, and I really feel stupid saying this, that gap teeth women are supposed to be sexier. It's like this mound of Venus stuff. If you have a big, thick mound of Venus, you're supposed to be real hot stuff or something. And I guess it's the same thing with gap teeth. Tegenwoordig zien we bijna geen vrouw meer met spleetjes tussen haar voortanden. De beugel doet zijn werk, maar of dat sexier is? Ook in de mythologie gaan tanden en seks een gevaarlijk verbond aan. Ja, de vagina dentata is een beeldje uit 1982. Het idee van vagina dentata wordt altijd geassocieerd met Sigmund Freud. Met de castratiedrang. Het is het idee dat een vagina tanden heeft. Enerzijds een soort angst voor de vagina door de man, volgens het verhaal. Tegelijkertijd ook weer heel aantrekkelijk en lustvol. In die relatie zijn er heel veel kunstwerken van vagina dentata. De Rapex is bedacht door Sonette Ehler, die op het idee kwam toen ze een slachtoffer van verkrachting hoorde uitroepen: had ik maar tanden beneden gehad. Dit is de vagina dentata, de belichaming van de mannelijke angst voor de vrouwelijke natuur en al haar ongecontroleerde wildheid. Die heb ik gebruikt voor een serie foto's waarin ik de vrouwelijke tegenhanger van de potloodventer verbeelde. Om mannen ook eens lekker bang te maken. Ook mannen kunnen via hun tanden hun kracht laten zien. Ik ben Meinbert Gozewijn van Soest. Dit is mijn visitekaartje. Het lijkt me duidelijk waarom ik dat heb gemaakt. Mijn gebit is nogal kenmerkend. Vandaar dat ik dacht, naar aanleiding van deze foto die ik ooit op mijn 22e maakte, dat ik mijn visitekaartje
een gebit als mijn visitekaartje kon gebruiken. Zodat iedereen die het visitekaartje weer vindt, weet dat ik het ben. Bovendien, mocht het nou zo zijn dat ik omkom in een vliegtuigongeluk, dan kunnen we me altijd identificeren aan het gebit. Toen ik op de middelbare school was, het was om via de orthodontist deze twee tanden naar elkaar toe te doen en dan de hoektanden uit elkaar, zodat er twee bruggen of implantaten tussen konden, zodat ik een volledig gebit had. Oh, want je mist tanden. Ik mis twee tanden, ja. Ah. Vandaar dat, dat begrip agenesie, dat is het ontbreken van de laterale incisieven, dat zijn die twee aan de zijkant dus. Tuurlijk. Incisieven zijn snijtanden. Mijnberts oom en opa hadden ook al een fietsrek, want het is een erfelijke aangelegenheid. Mijnbert denkt dat iemand in zijn voorgeslacht syfilis heeft gehad. Baby's, geboren met syfilis, hebben namelijk kleinere en wijder gespasseerde tanden, zoals voor het eerst beschreven is in de 19e eeuw. Een andere verklaring is dat ons gebit en kaak door de eeuwen heen evolueerden. Gezichten worden langer en spitser. En er staan te veel tanden in onze slinkende kaak, dus gaan we beugelen en trekken. Maar ook de evolutie helpt mee. De verstandskiezen verdwijnen omdat we ze niet nodig hebben. Dus in plaats van degeneratie door geslachtsziekte, zou je bij de bovenkaak van Mijnbert kunnen spreken van voordelijkheid. Dit beeld is gemaakt in 1998 in opdracht van Stichting Kunst in Openbare Ruimte. Het staat in Almelo in een plantsoen en het moest lijken alsof een reus zijn gebit verloren had. Ik had vroeger een overbite, daar werd ik heel vaak mee gepest. Maar goed, voor de rest was het gebit wel goed, dus ik ging gewoon naar de school, tandarts, soms een gaatje, soms niet. Maar toen ging ik van de lagere school naar de vervolgschool. En toen zei hij, ja, wat is er met jou gebeurd, weet je? Ik zeg, hoezo? Ja, je hebt 23 gaatjes. Ik zeg, 23 gaatjes? Snoep je verder? Ik zeg, nou, bijna nooit, dit en dat. Nou, dat moeten we echt gaan repareren. Dat kan niet en je bent heel jong. Dus ik ging die 23 gaatjes repareren in een aantal toerbeurten. Maar een half jaar later, het was dus gerepareerd. Een half jaar later kom ik weer bij een andere van de collectieven. Die zegt, nou, helemaal verkeerd gerepareerd. Eruit. Ja. Dus nou, inmiddels waren er wat gaatjes bijgekomen. En, en dat ging maar zo door. Hè. Dus tegen die tijd dat ik 17, 18 was, terwijl ik een zusje had die tandartsassistent was, had ik het idee van nou, tandartsen, dat zijn lui die er in ieder geval niet voor mij zitten. Dus ik dacht, een van de eerste dingen die ik doe, ik ga mijn frustraties rondom mijn gebit, ga ik vormgeven. Dit is het project van de Stichting Openbaar Kunstgebit. En Openbaar Kunstgebit stelde zich ten doel om de prothese milieuvriendelijker te maken. En niet wat een tandarts wil, maar wat de patiënt wil. En in dit geval was de patiënt een boer die moeite had om het plastic te accepteren om dat in zijn mond te hebben. Dus het is gemaakt van een klomp. De acteur die wilde graag een heel knus gebit hebben. En dit is dan knus. En dit is dan extra knus. Zodat hij, als hij zijn mond opendeed, dat hij een stralende indruk kreeg. Dit is de tandenvlag. Ik heb hem gemaakt naar aanleiding van een opdracht van Annelies de Vet op de Design Academy in Eindhoven. De aanslagen van New York en de moord op Fortuyn en Van Gogh lagen vers in het geheugen. En wij werden gevraagd nieuwe vlagontwerpen te maken voor Nederland. Ik heb toen het spanningsveld onderzocht van het negatieve nationalisme en positieve trots zijn op je vaderland. En op deze vlag laat ik de tanden van Nederland zien.
Juan Lucas Botella kerfde een gebit in een afgedankte matras. Wat voor de droom en liefde bedoeld is, vormt nu een schuimrubbere lach. Mensen zijn dol op sieraden. Ik heb eens een keer in een praktijk in de 70e jaren een hippie gehad die doods en doodsbang was voor tandartsen. Maar bij hem moest een verstandskies getrokken worden. En toen ik hem gekalmeerd had, heb ik hem verdoofd. En ja, die verstandskies was zo getrokken. En de man was enorm opgelucht, maar vroeg of hij die tand mocht zien. En die liet ik hem zien. En toen vroeg hij of ik hem kon schoonmaken. Ik heb hem schoongemaakt. En toen bekeek hij hem weer. En toen zei hij, wilt u er een gaatje inboren, maar niet bovenop de kies, maar door de wortel. Nou, dat kon ook, dat deed ik. Vervolgens nam hij de kies, haalde uit zijn zak een paperclip, deed dat door dat gaatje en hing vervolgens die kies aan zijn oor als sieraad. En liep werkelijk met een gelukzalige glimlach het vertrek uit. Even though it's art, it might resemble a department store, but it's actually art. Mouth is to talk. Friendly talk. Important talk. A mouth is to eat for fun. For refueling the body. A mouth is to sing little songs. Big songs. A mouth is to laugh. To smile. To kiss. Okay, this is a slightly bizarre skill that I've picked up. Basically, it developed when I was younger. I used to have a nervous twitch where I'd just kind of do that. Anyway, I did it quite a lot, and I got quite good at it. After a bit of practice, you see, you can do a lot with it. Even worden tanden versierd, rood of zwart geverfd bijvoorbeeld. Ze worden geveild en ingelegd met goud en edelstenen. Egyptenaren zetten 5000 jaar geleden al tanden vast met gouddraad. De mooiste inlays zijn van de Maya's. De tanden van hooggeplaatsten werden ingelegd met groene en zwarte jade. Deze versieringen doen denken aan de tandenmode in de hip-hop scene, die zijn eigen tandartsen heeft, zoals Daddy Bling Bling.
Victoria droomt van tanden. De angst dat haar gebit uitvalt, dat zij de greep verliest. De tandarts heeft gezegd dat er bij ongewijzigd beleid nog 3 jaar over is. Daarna zijn de tanden weg. Hij overhandigt me de rekening. Een blij advies. Of ik nog wat verlenging wil. Of ik dood zal, ja. Nog voor ik mijn gebit verlies. Hij heeft een doorverwijzing voor de specialist. Voor wat hij eerder zelf probeerde met mij en mijn gebit. Hij deed zijn best. De tanden werden niet meer wit. Verval. Vervolgbehandeling. Ik moest mijn leven beteren. De rekening. Ik mis Victoria nu al. Nog een paar jaar in de bonus als de drager van een kunstgebit dat men desnachts in een glas water op het nachtkastje naast het bed zet. Hagelwit. Naast de doosjes met de pilletjes. De meeste in de vorm van een capsule, een enkele als kauwtablet. Digitale tandheelkunde bestaat ook. Monden worden 3D gescand, de te vervangen tanden geprint. In de biotechnologie worden experimenten gedaan om mensentanden te kweken met lichaams-eigen DNA. Dat betekent dat we in de toekomst allemaal lachend met onze witte kaarsrechte gebitten kunnen schitteren. De meeste sterren, zoals David Bowie, kregen al een tandenmakeover, maar in de toekomst zullen we allemaal op elkaar lijken. Geef mij maar het fietsenrek, het spleetje tussen de voortanden en de scheve over elkaar staande onregelmatigheden. De wonderen en soms ook wat bizarre wereld van de tandenkunst.